Dus we gaan het hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In 2024 vinden die weer plaats. En Koen Petersen, Amerika-specialist. Het ziet ernaar uit dat we gewoon een replay van 4 jaar geleden krijgen. Biden versus Trump. Ja, dat is wel het meest waarschijnlijke scenario als je nu naar de peilingen kijkt. Doe mij dan maar een AI-gegenereerde kandidaat, dachten wij van tevoren. Ja, dat denken Amerikanen ook. De paradox is dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. En tegelijkertijd de meerderheid van de Amerikanen dit scenario niet wil. Maar we steven er wel op af. Is er dan niemand ook binnen de Democratische Partij die tegen Joe Biden zegt... Joe, wil je er nog één keertje over nadenken? Weet je zeker dat het een verstandig idee is om op je 81ste dit nog een keertje te gaan proberen? Ja, en op zijn 82ste geïnaugureerd te worden. Dan wordt hij 86 als hij klaar is. Dus het is niet alleen de huidige leeftijd, maar het is vooral ook de leeftijd aan het eind van zijn eventuele tweede termijn die mensen zorgen baart. Maar hij schijnt zelfs zijn eigen beste adviseur te zijn, ook in zijn eigen ogen. En hij is eigenwijs, bedoel je? Zich niet heel erg veel van anderen aan te trekken. En hij heeft een halve eeuw geprobeerd, tenminste een halve eeuw in de politiek. Hij heeft 30 jaar geprobeerd president te worden om dan vrijwillig afstand te nemen van de positie die je hebt. Is blijkbaar een hoge barrière voor hem. We hebben jou gevraagd om ook eens wat anders te doen. Ook eens te kijken naar een paar presidenten die het niet werden. Of die niet succesvol waren in hun poging om president te worden. Je zei onder andere bijvoorbeeld oud-president Gerald Ford. Benoemd door Richard Nixon. Toen moest hij het zelf gaan doen. En hij was, laat men zeggen, net zo onhandig als Joe Biden. Let eventjes bijvoorbeeld op het afstapje. Gentlemen, the President of the United States. No problem. No problem. And now for my second announcement. De vergelijking dringt zich op, Koen. Ja, klopt. Het verschil is dat Gerald Ford wel enige tientallen jaren jonger was dan Biden nu is. Maar het beeld van een president die niet meer stabiel is, ondermijnt zijn geloofwaardigheid. Bij Ford, die als jonge man echt zeer atletisch was en ook nog vitaal, kwam door dit soort incidenten zijn reputatie als een stumblebump, een kluns, heel erg naar voren. Bij Saturday Night Live geparodieerd. Ja, en daarnaast had hij ook, hij was een vervent skier. En dan waren de camera's die wachten totdat hij een keer viel. En dat was dan weer het beeld dat in de journaaluitzendingen werd vertoond. En je ziet met Biden hetzelfde. Het is vooral de beelden van, hij valt. Hè, dit is de val van de vliegtuigtrap. Maar hij is ook een keer gestruikeld over een zandzak op een podium. Mm-hmm. Hij is van zijn fiets afgevallen. Hij maakte veel gaffes, dus vreemde uitspraken, waar Gerald Ford ook een held in was. Dus het hele beeld van een president die niet capabel is om gewoon strak leiding te geven aan het land, wordt er heel erg door beïnvloed. En bij Biden is leeftijd ook iets wat in zijn nadeel speelt, omdat het niet iets is wat je kunt corrigeren of kunt terugdraaien. En daarom denkt 75% van de Amerikanen dat hij te oud is. En ook 2/3 van zijn eigen partij achterban denkt hetzelfde. En dat maakt het spannend of hij nog een tweede termijn gaat. Dat zou hem op.